Vandaag gaan deze 7 kijkers een mega groot gekkenhuis maken. Ik ben namelijk aangehouden en de artsen die beweren dat ik gestoord ben. Kan ik ontsnappen van de mysterieuze professor? Of zal ik voor altijd vastkomen te zitten tussen de rare gevangenen? Klik nu op dat blauwe duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Want anders zal de professor jou straks ook nog vinden. En dan zit jij ook opgesloten. Dames en heren, zijn jullie er weer klaar voor om de volgende map te maken? Jullie hebben vorige keer een politiebureau gemaakt en een bank. Daar ben ik aangehouden. Daar ben ik in het politiebureau terechtgekomen en daarmee werd ik doorgestuurd naar een of ander raar verblijf. En dat gaan jullie nu maken. Ja? Ja. Ja. Is er een reden dat ik daarheen moet? Waarom ben ik gestoord? Of... Je hebt zo vaak ingebroken. Ja, je bent gewoon een kleptomaan. Kleptomaan? Oké, okay, prima. Nou jongens, ik wens jullie veel succes met het bouwen van dit prachtige psychische gebouw. Willen jullie nog wat zeggen? Abonneer. Abonneer, weet je wat? Prima. Veel plezier met kijken naar deze timelapse. Jongens, daar staan we dan. We zijn hier uit de tunnel gekomen. Ik heb politieagent Julian gevolgd, want jullie weten het in de vorige aflevering waarin ik het politiebureau ben ingebroken in het politiebureau. Ben ik uiteindelijk aangehouden met de bankoverval en weet ik veel wat allemaal. En nu moest ik met jou mee naar een psychiatrisch centrum. Daar gaan we heen. Oh, ik heb hier echt geen zin in. Waarom? Kan ik niet gewoon hier gelijk in de gevangenis stoppen? Dat vind ik ook prima, weet je. Nee, hier gaan ze jou helpen. En dan, want je bent al toch eerder uit de gevangenis gebroken en hier kom je nooit uit. Dat vind ik niet leuk om te horen, maar prima, ik volg je. Het ziet er wel een beetje angstaanjagend uit hier, moet ik zeggen. Ik bedoel, ik vond de gevangenis er leuker uitzien qua veiligheid. Ik voel me iets minder veilig hier. Ja, het gebouw staat al sinds 18 nog wat. Dat kan je ook wel zien. Het is wat van binnen gerenoveerd en zo. Oh, maar waarom niet van buiten? Dus ik stort het in. Ik wil daar niet naar binnen. Ik blijf hier. Nee, je ik gaat daar naar binnen. Oké, ik ga mee. Hier gaan ze je helpen. Oh, mijn deze. Ik kom weer naar buiten als een frisse man. Als een frisse man. Nou, het gebouw ziet er niet eens fris uit. Hoe kan ik hier als een frisse man uitkomen? Oh jee, ik ga mee. Oh. Goedendag. Zijn jullie hier om opgenomen te worden? Ja, dit is Walnut. Hij komt hier. Ik moet blijkbaar hierheen omdat ik niet goed in mijn kop ben of zo. Dat beweren ze. Ja, dat is de grootste reden waarom mensen hier naartoe komen. Ja, maar ik ben wel goed in mijn... Ik heb een heel goed koppie. Ik beloof het echt waar. Ik ben hier binnen een dag weer weg. Dus ik wraak nemen, dat is niet waar. Ja, hallo. Walnut, Max. Waar kan ik mee zijn? Ja. Oké, we gaan eerst even een fotootje van jou maken. Ga maar even hier staan voor het witte gebeuren. Ja, oké. Ja, even lachen graag. Ik lach. Ja. Ja. Oké. Okay. Yes, top. Oké. Okay. Krijg ik hem ook nog te zien of... Nee. Hoezo niet? Waarom maken we dan de foto? Ja, dat is voor ons, niet voor jou. Oké, prima. Ja. Nou, leidt u de heer Walnut verder van... Ben jij het laatste gezicht dat ik zeg maar gezien die hier niet hoort? Ja. Oh, het is een Teletubby. Dat is niet het laatste wat ik wilde zien. Nee. Angstaanjagend. Oké. Okay. Nou, kom maar mee. Moet ik jou volgen? Prima. Oh mijn god, wat is dit allemaal? Ja, nou, dit is dus het gesticht. Ja? We gaan eerst eventjes de professor ontmoeten. Professor? Hij is degene die jou beter zal maken. Oh, jezus, we lopen helemaal doorheen. Wat is dit? Er is iemand bezig hier met schermpjes. En... Waarom lijkt hij op jou? dat is mijn tweeling. Je tweeling, oké. Prima. Oh, we zijn wel de verkeerde kant op. Ik hoor deuren open en dicht gaan. Ik hoor van alles. Er gebeurt van alles. Het is hier een beetje af en toe dan waait de wind een beetje. En daardoor gaan de deuren open. Maar dat is geen probleem. Oké, prima. En ik hoor voetstappen. Er gebeurt van alles. Ik vind het echt helemaal niet leuk hier. Ik heb helemaal geen fijne sfeer, moet ik zeggen. Ja, oké. Ik moet even hier naar beneden. Nee, maar het is hier prima. Er staat geen toegang. Hoezo? Ja, nee. Ik ben er toch. Ik werk hier. Ik mag ook wel naar toe. Maar hoezo breng je mij hierheen? Kijk, hier is de professor. Wat moest dit hier? Waarom is hij Duits? Waarom is Jan Duits? Doe het niet toe. Ik heb geen tijd voor jullie. Maar ik heb de foto van hem, zoals je vroeg. Maakt niks uit. Ik ben hier bezig. Zie je dat niet? Maar ik wil weg hier. Ik wil weg. Ga. Wat was dat? Ja, hij is een beetje chagrijnig af en toe. Oh mijn god, ik schrik me. Wat gebeurt hier? Oh, dat zijn de andere mensen die er zijn opgenomen. Binnenkort zul jij net zoals zij zijn. Ook rondrennen met speelgoedzwaardjes achter elkaar met propellerhoedje. Waarom? Hoezo? Het is toch hier om op vooruit te gaan, niet om achteruit te gaan. Het gaat beter met me dan met dat het met hun gaat. Ja, maar je hebt net de professor gezien en ik denk niet dat het heel veel gaat helpen. Oh mijn god, wat zat er in die kooi? Wat was dat?
Wat was er met Bosbers gebeurd? Dat mogen we nooit vragen. Dat vind ik wel eerlijk gezegd. Maar hier is de slaapzaal. Ja. En dat is eigenlijk alles wat je moet weten. De rest vind je zelf wel, hoop ik. Ja, oké, prima. Moet ik een bed uitkiezen of? Zodat ik denk ik naast een gek lig. Ja, dat mag je zelf weten. Oké, prima. Iedereen hier is gek. Dan neem ik dit bed hier. Wel eventjes één ding op het hart drukken. Je moet niet gaan ontsnappen. Okay. Dat is niet de bedoeling hier. Oké. Dat snap ik. Dat snap ik. Oh mijn god. Maar ik wil wel. Ik vind het niet leuk dit. Nou, succes ermee. Dat is een tikkertje aan het doen. Dankjewel. Hoezo succes ermee trouwens? Ik word hier gewoon gedumpt. Ik heb een professor gezien met een of andere rare bosbest die half bloederig met de ogen. Het was heel naar om te zien. Maar goed, ik heb een bed gekozen. We zijn hier nu in de... Ja... In het gekke huis eigenlijk beland. Er zijn twee mensen tikketje aan doen. Ik hoor deuren open en dichtklappen. Er gebeurt van alles. Laten wij even op avontuur gaan. Even kijken wat we hier allemaal kunnen vinden. En die professor zo lang mogelijk vermijden. Want ik vond het niet leuk, de Duitse professor. Ja, wat is dit? We hebben de gangen hier gewoon. Dan is dit een of andere relaxkamer met... Ja, wat lijkt wel gewoon wietplant. Maar dat zullen het vast niet zijn. Oeh, een barrel. Oh, ik heb gelijk wat gevonden, jongens. Een lapje stof. Oké, laten we het lapje stof meenemen. Gewoon voor de sake. Want het ding is natuurlijk, ik wil wel ontsnappen hier. Ik ga hier echt niet blijven. We gaan hier zorgen dat we hier weg zijn gewoon. Ik hoor weer deuren. Ik vind het helemaal niet leuk. Oké, misschien dat ik zo meteen wel even met wat mensen moet gaan praten. Maar ik probeer hun nog maar even te vermijden met z'n tweeën. Oké, laten we even kijken hoor. Kijk, we hebben hier gelijk een sleuteltje gevonden. Laten we gewoon alles meenemen wat we vinden. En als ik iemand tegenkom, gaan we er gewoon gelijk mee praten. En even kijken waar ik ben. Gereedschap weg. En ik heb nu een kopersleutel. Dit is goud. Dus die werkt hier sowieso niet. Laadjes. Daar zou ik sowieso wat in kunnen vinden, denk ik. Zo. Ik kon gewoon even alles wat ik kan vinden meenemen. Dat is sowieso verstandig. Wat is het groot hier, oké? Oh my days. Zou ik proberen met hun te praten, met die twee trouwens? Oh nee, daar moet ik niet gaan praten. Zouden jullie hier even niet kunnen rennen? Oh mijn god, hier loopt iemand. Oké, wie staat daarboven? Hallo? Oh, hey! Mijn god. Hallo? Je ziet er een beetje verstrooid uit, meneer. Hallo, ik ben hier nieuw. Ben jij hier een patiënt? Ik mag bijna weg. Je mag bijna weg? Echt? Ik zit hier al zo lang. Het lijkt er ook op zo. Ik vind het niet leuk hier, maar... Is er geen ontsnappingswacht? Kom, waar heb je kamer? Of waar is jouw bed? Waar zijn jouw slaapruimtes? Hier. Oh, het is heel, ik vind het niet fijn om in zo'n krappe kamer met jou te zitten. Maar hoe lang zit jij hier al? Wie ben jij? Waarom zit je vast? Ik zit hier echt al... ik weet het niet echt. Ik kan geen dagen meer tellen. Ik ben alles kwijt. En je hebt nooit geprobeerd te ontsnappen? Ja, dat heb ik geprobeerd. Alleen, ja, te vergeefs. Ik ben met een luchtballon geprobeerd te ontsnappen. De luchtballon? Oké. Die luchtballon... Dat vuur ging niet aan, dus... Oh, nee, dan gaat hij niet omhoog natuurlijk, hè? Nee, dat vuur was... we waren neergestort. Mhm. Hij ligt nu ergens in de tuin daar. Ja? Maar zou hij het nog doen, die luchtballon? Nee, ja, ze hebben hem helemaal onklaar gemaakt. Alle stukken stof van de ballon zelf, die liggen ergens. En dan stel ik zou die stoflapjes, stukken stof, die zou ik hebben. Zou ik die ballon dan weer kunnen maken, denk je? Ja, ik denk het wel. Je met me mee willen ontsnappen? Ja, eigenlijk wel. Oké, weet je, blijf jij hier. Jij ziet er niet echt uit alsof je dit nog kan regelen. Ik ga proberen stoflapjes te zoeken voor jou. En dan gaan we kijken of we die luchtballon kunnen maken en een tweede poging, oké? Ja. Ja? Oké. Doe jij je ding, hoe heet je? Ik heet Lovoet. Oh ja, natuurlijk. Staat boven je hoofd. Ja. Oké, dankjewel. Oké, jongens, we hebben dus... Dat is het verklaard dus waarom ik een lapje stof gevonden heb. Dus als ik nog meer lapjes stof kan vinden, kan ik die luchtballon waarschijnlijk weer in elkaar zetten. En dan proberen te ontsnappen daarmee. Maar daarvoor moeten we even kijken of we overal de lapjes stof kunnen... Oh, ik moet ze ook met hun praten. Ik kan het zo lang mogelijk uitstellen. Ik vind het niet leuk. Huh, maar hoe zijn ze zo snel? Oh, ze zijn de trap op en af aan het gaan. Wat is hier nog meer? Een hoge toren? Oké, prima. Laten we de hoge toren ingaan. Wat is dit? Oké, hier kan ik niet omhoog. Dit is dichtgebouwd, maar er zijn wel ladders. Dus uiteindelijk zou ik hier wel omhoog kunnen. Maar daarvoor moet dat zwarte glas hier weg. Oh! Dat is die professor! Oh! Wat vind je? Kan ik zo stak hier achterlangs? Kan een van jullie even met mij meekomen? Wat is dit? Oh mijn god, ze komen eraan. Oh nee, ze komen eraan. Ik ga hier achter schuilen. Waar ben ik? Ik wist het. Ik dacht dat sowieso ook. Ik moet even stil zijn. Wacht. Goedendag, professor. Goedendag. Experiment like a walnut is klaar. Hij is klaar. Hij zit op zijn positie. Dat is helemaal top. Ik zit op mijn positie. Ik zit helemaal niet op mijn positie. Ik wil weg. Help. Hé, dat is Fastbo. Help. Help. Waar ben ik? Waarom ben ik hier in een soort kerkje beland? Zijn hier ook lapjes stof? Kan ik hier ook lapjes stof vinden? En ik wil geen experiment zijn. Ik wil niet een experiment zijn. En eentje moest mee. Oh, wacht. Die andere is nu alleen. Ik ga even vragen wat ze aan het doen zijn. Laten we snel erheen. Hallo? Oh, maar wat is dit voor kamer? Oh, mijn god. Dit zijn allemaal lapjes stof of niet? Oh, nee. Dit is... Oh, mijn god. Hallo? Hallo? Wat, waar is je vriend heen? Weet niet. Weet je niet? Ja, hij moest mee voor een experiment. Maar... Springkasteel.
Ga jij lekker springen? Ik zoek het zelf vooruit, oké? Ga jij lekker springen op het springkasteel? Oké, jongens, misschien dat ik hier wat dingen kan vinden. Ik moet snel terug voordat de professor hier ook is. Ik denk niet dat ik veel uit hem ga halen. Het enige wat hij zegt is springkasteel. Misschien hieronder. Kijk, dat kan altijd, hè? Hieronder, jongens. Kijk! Ik ben heel slim. We hebben een tweede lapje stof gevonden. Laten we snel hier even onderspieken. Alles, oké. Zo, dan hebben we deze kamer gehad. Washok. Droogprogramma's nat 1. Droog 2. Nou, ze hebben wel op zich normale wasmachines hier in dat opzicht. Hé, er zit ook een lapje stof in de wasmachine. Ja! Oké, we hebben al 3 lapjes stof, jongens. Ik denk dat ik wel veel meer nodig heb. En daarvoor moet ik gewoon elke kamer controleren. Overal heen en weet ik wat allemaal doen. Hopelijk niet door de professor gesnapt worden. En dat ik een experiment moet gaan doen. Oh mijn god, wie is dat? Oh mijn god, dat... wie is dat? Die had ik nog niet gezien. En waarom zit hij onder het bloed? Ik denk dat het een assistent is. Laten we naar beneden gaan. Ze zijn weer samen. Oh nee. En dit zou je boete. Papa, kom hier. Ik vind het niet leuk. Okay, meneer Rizzio, meekomen. Oh, de volgende moet mee. Hij neemt af en toe mensen mee. Wacht, ze komen niet hierheen, toch? Oh, mijn god. Waar gaan ze heen? Oh, hij gaat toch verder naar beneden. Oh ja, het zijn 3 verdiepingen. Ik zag hier volgens mij al wat. Dit is een barrel. Alleen, hoe kom ik daar? Hoe kan ik die barrel daar pakken? Oh, wat is dit? Oké, daar kan ik niet heen. Daar kan ik niet heen. Wat de fuck was dat? Wat was dat ineens, dat gezicht? Oh, wat een ontzettende nare ervaring tot nu toe in deze ruimte. Oh mijn god, ik ga niet meer die gang in bij de bibliotheek. Oh, wat een jumpscare, hé. Wat vies. Ik krijg gewoon een jumpscare hier. Hé, een lever. Oké, wacht. Daar komen we zo. Oh my days. Oké, wacht. Ik wil eerst die barrel daar. Alleen daar kom ik net niet bij. Oh, kom op. Hoe moet ik die pakken, die barrel? Dat is toch niet te doen? Dat is toch een barrel? Nee, die kan ik gewoon niet pakken. Weet je, daar komen we zo al. Laten we eerst dit hier even ingaan. Deze geheime ruimte. Wat is dit, hé? Oh, ik verslik me. Ik heb hier de koperen sleutel van. Oh my days, wacht. Laten we dit gelijk doen. Hier, kijk. Hoppakee, deze sleutel had ik al gepakt. Wat ga ik hier vinden? Een lapje stof. En that's it. Een lapje stof. Ah, het ging dus om het lapje stof die ik hier moest halen. Oh, ik ben nog steeds even van slag van de jumpscare. Ik ben nog steeds even van slag. Ik wil snappen. Help niemand het raam doorslaan. Oké, is hier nog iets? Nee, volgens mij verder niks. Achter de painting. Altijd achter paintings kijken, jongens. Maar er is niks. In het plafond is niks. Laten we hier dan weer weggaan. Deze deur weer dicht doen. Want we willen niet natuurlijk betrapt worden. En dan wil ik heel graag die barrel daar. Alleen daar kom ik gewoon niet... Oh, jawel! Ja, lapje stof. Ik heb hem. Top. Oké, dan kunnen we de bibliotheek uit. We gaan niet meer die gang daarin. Absoluut niet. Hier zijn nog meer slaapruimtes. Ik spande ook weer echt daar. Hallo, assistent arts. Hallo, goedendag. Hallo, ik ben rustig aan het... Wat is dit? Doorlopen, subject. Doorlopen. Ik ga weg hier. Oh mijn god, daar durf ik niet eens mee te praten. Wat is er gebeurd met hem? Oh, hallo? Heb je nog een stem? Nee. Ah, want ik wil niet zo eindigen. Ik wil echt niet zo eindigen. Volgens mij heb ik deze verdieping ook helemaal gehad nu. Hallo. En alle anderen. Hallo. Ik hoorde dat jij net bij Bospet bent geweest. Ik heb hem gezien. Ja, en ik kan het niet zien. Hij is erg gevaarlijk. Ik zou uit je buurt blijven. Hij is in de slaapkamer, waar ik ook slaap. Hoezo zet hij hem dan in dezelfde plek? Zeggen dat hij gevaarlijk is. Gadverdamme. Waar is mijn Bospet heen? Hij is naar boven. Naar boven? Ja, naar boven. Ik zag hem naar boven lopen. Kijk maar beter, hemsje dit. Meekomen jij. Zelfde. Nog niks klaar met jou. Oh mijn god, waar gaat hij weer heen? Wacht hier even achter schuilen. Hij gaat hem weer meenemen naar... En jij? Hallo? Wat is er met mij? Laat maar, dat kom je nog wel achter. Ik wil niet zelfs Bospet eindigen. Ik wil echt niet zelfs Bospet eindigen. Oh, gadverdamme. Hij gaat hem weer meenemen in zijn kamertje. Toilet, ik doe wel alsof ik naar het toilet moet. Hier doen we de deur dicht. Zit ik even veilig? Zit er wat in de hopper? Nee. Oh, maar deze. Ah, hier heb ik een ijzeren sleutel vanaf, maar die heb ik nog niet. Ik heb nog niet meer sleutels gevonden, jongens. Oh, jemig, een mega bibliotheek. Laten we even kijken. Zien dat ik weer wat kan vinden. Iets nuttigs. Hierachter zit weer iets. Wat is dit? Waarom is dit zo'n grote ruimte? Het is niet voor niks een grote ruimte. Toch wel voor niks. Er zit namelijk helemaal niks. Wat zijn ze aan het kijken met z'n tweeën naar die deur? Oh, ging nou open en dicht of deed hij dat? Oké, dan ga ik zo ook even kijken. Dan ga ik zo meteen even op avontuur. Laten we eerst nog even alle andere plekjes mogen kijken. Het is allemaal leeg, dit. Jongens, wat zijn jullie bij deze deur aan het doen? Oh, wie doet hem open? Dat is de wind zeker, wat ze vertelde. Maar wie doet hem open? Ik weet het niet. Je weet het niet? Ik ga zo al voor jullie kijken, jongens. Gaan jullie maar lekker naar de slaapkamer. Ik help wel. Komt goed, oké? Dankjewel. Ik ga zo voor jullie kijken. Ja, geen probleem. Zij is even weg. Kijk, hier, een lapje stof, hoppakee. Ik
Kan ik even in alle rust kijken hier? Wat is dit? Kan ik hier naar buiten? Oh, my days. Waarom gaat de deur achter me dicht, die? Oké, wat is dit? Ik ben in de tuin. Oh, hier is de luchtballon. Kijk, die is hier. Hij is inderdaad een soort van gecrashed. Helemaal kapot en zo. Maar hij zou het nog kunnen doen, inderdaad, als ik genoeg stof heb. Oké, wat is dit? We zijn hier in een... Oh, een doolhof. Er is altijd een doolhof. Maakt niet uit waar ik heen ga, waar ik neergezet word. Er is altijd een doolhof. Ja, maar dit ziet eruit als een niet al te ingewikkeld doolhof. Ik vind het wel fijn om even buiten te zijn. Niet opgesloten in dat gekke huis met al die gestoorde mensen. Een kist. Ik zie een kist in het midden. We moeten die kist pakken. We gaan voor de kist. En hoppa! Kijk, een lapje stof. Natuurlijk zit er een lapje stof in. Oh, maar dan moet ik er ook weer uit. Zijn er ook meerdere manieren om hier uit te komen? Of is echt alleen die route van net? Oh, er zijn meerdere manieren. Hoppa! Was dit iets hier buiten? Ik denk dat dit het was, hè. Laten we alsnog even een rondje lopen. Maar ik denk dat dit het was. Hier, kom maar. Ik doe de deur voor je open. Jawel. Alleen pas op voor die andere. Die gaat ook eens open en dicht uit zichzelf. Kijk, wat hebben we hier nog meer? Gekke ruimtes hier. Of een normaal opslag waar ik niet in kan waarschijnlijk. Hier kan ik naar boven, maar er is boven niks met de ladder. Zit daar ook niet echt iets? Oh, wat is dit voor rare deurruimte? Is ook een soort doolhof. Wat is dit voor gek doolhof? Huh? Hoe werkt dit? Hoe kom ik hier doorheen? Daar moet ik heen, maar ja, daar kom ik niet echt. Er is niet echt een mogelijkheid om daar te komen. Misschien moet ik hier nog wat voor vinden. WC's zijn hier. Ga ik nog wat in het toilet vinden? Nee, hier ook niet. Een spiegeltje alleen. Hallo, Hallo. Assistent. Wat voor ruimte is dit? Dit is de controlekamer. Ah, daar kan jij alles in de gaten houden. Jazeker. Oké. Kom nou hier! Oh, ik word helemaal gek van het. Ze zijn wel rondrennen de hele tijd. En wat is dit? Dit is een of andere loungekamer. Voor mijn gevoel heb ik nu wel bijna elke kamer gehad, behalve de kamer van de professor. Dus ik denk dat ik daar ook een keertje naartoe ga, zodra hij er niet is. Maar laten we eerst hier alle barrels ook weer checken. Ga je nou menen dat ik een kamer met zoveel barrels helemaal niks ga vinden? Oh mijn god, en echt één laatste vind ik wat. Oké, hier een grote ijskast. Hier de kamer van de professor, maar daar is hij beneden, dus daar kan ik op dat moment niet heen. En daar is nog hier een barrel met een lapje stof erin. Oké, ik heb al heel veel lapjes stof, maar ik heb echt nog veel ruimtes waar ik in moet die zeg maar opgesloten waren, waarvoor ik sleutels nodig had. Hier is de in- en uitgang. Misschien dat ik hier toch nog wat kan vinden, denk ik niet. Oh! Ah! Waarom nou weer? Ik kan die ruimte ook niet in. Wat vies. Ben ik weer gejumpscared. Oh, dat is helemaal niet fijn. Dat was helemaal niet fijn. Helemaal zo'n rare... Hartverzakking krijg je ervan. Gadverdamme. Oh, die had ik natuurlijk al. Oké, laten we maar weer met wat mensen praten even. Om te kijken of ik ergens sleutels kan vinden. Want ik heb een ijzeren sleutel nodig, weet ik. Maar waar? Wat zijn ze aan het doen met z'n tweeën? Oh, poten, kaas en eieren. Wie gaat er winnen? Rote... Oh. Je kon winnen! Je kon letterlijk winnen! Dat was een optie boven om al eerder te winnen. Oh, ja, oh mijn dom. God. David. Doe voet. Ja. Wat is dit? Hopeloos, geen toegang. Wat is dit? Hier zijn alle mensen die waar niks meer van kan gemaakt worden. Oh. Niet leuk. Vreselijk. Oh mijn god. Wacht, waar was dat? Waar was dat? Daar gaan we niet meer in, David. Geen aanrader. Nee. Misschien die andere. Nee. Die tweede. Ik vertrouw het niet. Ik vertrouw het niet. Oh, hier kan ik wel in. Oké. Okay. Deze is veilig. Die eerste niet in. Deze kan je ook in, maar er is hier niks te vinden. Hey, ik heb sleutels nodig. Weet jij waar ik die kan vinden? Nee, ja, ik ben hier al zo lang geweest, maar mijn geheugen is er zo slecht. Maar niet op vooruit gegaan, maar zo slecht geworden. Ja? Ik weet je naam niet eens meer. Oh ja, dat maakt ook niet uit. Staat boven mijn hoofd, maar... Hallo! Hallo, niet deze kamer in gaan hier. Dat is geen aanrader. Dat zijn dus echt verboden toegangkamers. Oh, hier, kijk. Nog een lapje stof. Hier heb ik niks gevonden en dat kan ik niet voor me stellen dat hier daadwerkelijk ook niks is. Er moet wel iets in deze bibliotheek zijn. Subject Bosbes, moet je weer meekomen? Bosbes moet weer mee? Waarom moet hij de hele tijd mee? Wat is er met hem niet aan klaar? De hand? Hoe vaak moet ik het nog zeggen? Stop met rennen. Er gebeurt zoveel. Zoveel prikkels. Hey, hier allemaal kisten die ik gewoon al niet bekeken had. Een ijzeren sleutel, ja! Oh mijn god, nice. Nu ben ik helemaal vergeten waar ik die moest gebruiken, maar we hebben in ieder geval iets gevonden. Oké, waar moest ik die ook weer gebruiken? Een ijzeren sleutel. Hier had ik diamonds of zo nodig? Of zo? Ja, ik weet niet. Hier kom ik niet echt terecht. Ik merk dat nu al dat ik hier niet kan. Waar had ik dat ook weer nodig? Oep, oppassen voor haar, dat ze me niet ziet. Volgens mij was dat ergens boven helemaal, de bovenste verdieping. Slaapkamer subject Bosbes? Huh? Sinds wanneer is dit? Hij heeft een eigen slaapkamer gekregen. Oh, maar deze heeft gewoon een eng hok gekregen voor zichzelf. Man, ik heb het echt te doen met Bosbes. Oké, hier had ik goud nodig. Maar ja, daar heb ik nog steeds niks aan. Ik moet ijzer hebben. Dat is sowieso dan niet hier. Hey, daar ben je. Hey. Ja, ik herinner me wel iets. Ik heb een sleutel. Ja, ik had het op mijn hand geschreven. Oh, nou. Elke kamer waar een groene afdruk is, daar kan je waarschijnlijk een lapje stof vinden. Elke kamer waar een groene afdruk is. Oh! Ja, ja. Ik snap hem. Ja, oké. Okay. Goed om te weten. Goed om te weten. Weer, ja. Ah, oké, jongens. Die link had ik helemaal niet gelegd. Dus overal waar je een
groene afdruk kan vinden, zoals daar op de grond, zoals dit, kan je wat vinden. Kijk, hier had ik volgens mij al iets gevonden, of niet? Hier had ik die gevonden. Oh, nee, niet. Een lapje stof en een frikandelbroodje. Nee. Waarom nou weer een frikandelbroodje? Misschien dat ik iemand kan overhalen met een frikandelbroodje. Hier dus ook. En hier heb ik ook nog niks gevonden. Dus in deze kamer, ergens, ga ik wat vinden, maar waar? Daar! Juist! Een lapje stof. Hoppakee. We hebben al heel veel lapjes stof, jongens. Laten we die even allemaal hier leggen, zo. En het frikandelbroodje ook. Kijk, zie je, in deze kamer is er wel iets. Oh, daar. Hieronder. Maar hoe kom ik daar? Daar kan je niet komen. Goeiedag, meneer. Goeiedag. We gaan zo eten. Dus, Is het zo etenstijd? Ja, het is zo meteen etenstijd. Ah, lekker. Mijn favoriet. Okay, dan sla ik de... Ik ga even die ijzeren ding zoeken, jongens. Die moet ik even vinden. Attentie, attentie. We willen alle blij... Verblijvers komen naar het etenzaal. Willen alle verblijvers komen naar de etenzaal. Nee. Receptionisten. Je bent nog niet geweest. Het is mij erg opgevallen dat Wan het wel erg veel aan het ronddwalen is. Ik zal hem op aanspreken. Wat wil je doen? Oh nee, ik moet daarheen. Ik kom eraan, etenstijd. Lekker, mijn favoriete tijd met allemaal gekken in dezelfde ruimte. Ik zou wel even kijken als iedereen aan tafel zit. Ik ga even alles doorzoeken. Oh nee. Waarom hebben jullie een taart en hebben wij rode soep? Ik wil niet zoals hem eindigen. Meneer. Hallo. Ja? Ik heb gehoord dat u erg aan het dwalen bent door het gebouw heen. Ja, ik ben een beetje aan het kijken waar ik hier nou ben eigenlijk. Ik zit hier vast, hè? Het lijkt verdacht veel, zeggen sommigen, dat u probeert te ontsnappen. Hoezo? Hoe wil ik ooit ontsnappen? Ik heb hier rode soep en meer heb ik niet. Dat is best wel vies eigenlijk. Ja, dat weet ik. Daar ga ik ook wel met achterkomen of het vies is. Ze willen ook niet stoppen met aan mijn eten zitten. Ja. Ze zitten de hele tijd aan te vroeten en weet ik wat. Nou, veel succes nog verder, hè? Dankjewel. Ja, jongens, als we gewoon... Wat is er met jouw eten gebeurd? Heb je het uitgekotst? Gadverdamme. Hij heeft het uitgekotst. Wat is het dan? Daar kom je zoveel achter, denk ik. Oh, zeg maar niet dat het bloed is. Volgens is het bloed? Nee, ik ga dit niet eten. Ik ga er vandoor. Jongens, ik ga hier nu weg. Ik vind een etenstijl heb ik helemaal geen zin in. Oké? Okay? Vond het lekker? Dankjewel voor een stukje vlees. Ik eet dat veel liever. Eten. En als je niet eet, mag je gelijk vertrekken nu. Ik vertrek. Ja, je zei het zelf. Dan krijg je geen eten meer voor de rest van de komende 2 dagen. Maakt niet uit, ik heb een troef. Ik heb namelijk eten geven. Ik heb namelijk nog een frikandelbroodje, jongens. Deze kamer heb ik nog niet gehad. Dit is de enige... Oh, jawel, tuurlijk wel. Bruh. Maar waar? Ik ben helemaal... Oh. Wat gebeurde er? Wat gebeurde er? Ik wist niet wat dat was, maar ik schrok daar nog erger van. Ik werd in één keer helemaal naar Tokio gestuurd. Die kamer kon ik niet in, dat was het. Dat was ik even vergeten. Maar waar? Oh, waar? Oh, waar is ook weer die kamer met die ijzeren blok? Kom hier, papa. Jongens. Hebben jullie ergens een kamer gezien waar je een ijzeren sleutel voor nodig hebt? Jullie zitten hier waarschijnlijk al veel te lang. Ijzeren sleutel? Ja. Ik heb geen idee. Geen dank, dankjewel. Ik ga zelf wel weer zoeken. Ik ben al zo lang aan het rondlopen, ik heb niks gevonden. David, doe. Kom eens. Wat? Ik heb een ijzeren sleutel, ik weet alleen niet waar ik hem moet gebruiken. Ja, volgens mij in de wc's. In de wc's? Waar? Volgens mij wel, ik zag daar mensen een keer heel verdacht doen, dus... Oké, dan gaan we in deze kijken. Toiletten. Ja, dankjewel. Oh, ik was hier zo lang naar op zoek. Oké, komt-ie. Wat is dit? Waar ben ik? Een lapje stof. Het ging hier echt letterlijk alleen om een lapje stof. Oh, maar deze. Ik heb die gouden sleutel nodig. Echt waar. In deze kamer heb ik nog niks gevonden. Dus hier moet ik nu wel echt even wat gaan vinden. Meneer. Ja? Ik heb nog iets. Kijk, kom eens mee. Ja? Even privé staan. Kijk, hier. Ik heb even in de kist rondgezocht. Ja? En kijk. Oh, wat is dat? Het zijn er twee. Sleutels gevonden. Oh, er zijn er twee. Twee gouden sleutels. Oh, waar lagen ze? Ja, hier ergens in de kist had ik ze gevonden. Hier, ik heb hier al gekeken. Ja, maar ergens onder of boven, ik weet niet meer. Oh, maar deze. Oké, maakt niet uit. Weet je, ik ga het gelijk gebruiken, want we moeten hier zo snel mogelijk weg voordat ik opgeroepen word door de professor. Veel succes. Dankjewel. Oké, jongens, ik weet nog precies waar dit zit. Dit zit namelijk boven bij de slaapkamers. Volgens mij daar, ja. Kijk hier. Oké, is niemand die me aankijkt? Nee, prima. Laten we gaan. Hoppakee. Hoppakee. Wat is dit? Wat zijn dit voor tools? Een lapje stof en een veiligheidshamer en een zwaard. Oké, die gaan we stiekem bij ons houden natuurlijk. Daar moeten we heel voorzichtig mee zijn. En black stained glass kan ik hiermee breken. Ah, oké, en een zwaardje. Ik weet nog niet wat ik met het zwaardje kan, maar... Ik doe het trouwens even dicht zo, hoppakee. Oké, later. Ik weet wel waar ik dit dingetje voor moet gebruiken. De black stained glass, om mee te slopen. Dat is namelijk hierboven. Kan ik de veiligheidshamer gebruiken hier. Kijk, als het goed is kan ik... Tok, tok. En dan... Tok. Ja, kijk, dit is hier ook gelijk stuk. Oké, wat is dit? Waar ben ik nu beland? Ik ben buiten. Is dit een ontsnapping? Wacht, dan moet ik David misschien meenemen. Wacht, we gaan eerst kijken of dit een ontsnapping is. Zo ja, dan ga ik David meenemen. Okay, waar ben ik beland? Ik loop op het dak. Even kijken waar we heen kunnen. Oké, een beetje veel vrijheid hier op het dak. Kan op die manier naar de ballon toe, maar dan heb ik meer stof nodig. En volgens mij heb ik niet al het stof al gevonden. Maar mis ik nog 1 kamer waar ik stof kan vinden. 2 zelfs. Jongens, kom.
Kom mee, we gaan met z'n allen. Kom. Ja, nee, we moeten juist weg. We moeten juist weg. Ze hebben hier overal camera's hangen. Als je niet snel weggaat, dan komt de professor je halen. Moet naar binnen of naar buiten? Binnen. Naar binnen, prima. Prima. Snel, ik ga al. Maar we hebben zo'n goede ontsnappingsmogelijkheid hier. Hé? Hey? Ja, ik denk dat het, zeg maar, als de ballon, als ik hem straks heb gerepareerd, dan doe ik hem hierheen en dan kunnen prima, we ongezien weg. Prima, is goed. Is goed. Daar wacht ik nog heel even hiermee. Hier moet ik ook wat vinden. Hier zit ook zo'n dingetje. We willen af alle verblijvers naar de slaapzalen gaan. Ik herhaal. Oh, het is nacht. Het is lapje tijd stof. Om te slapen. Oh, het is tijd om te slapen. Ik heb nog net op tijd één lapje stof gevonden. Prima. Laten we gaan. Slaapkamers. Volgens mij is dat hier beneden. Ja, dit is mijn bed. Dit is mijn bed. Iedereen blijft weg bij mijn bed. Jij vooral. Ik ga liggen. Prima. Hij ligt al lekker. Die liggen bij elkaar. Hallo. Ik ga in bed liggen. Prima. En nu wachten we tot het langzaam weer dag is, jongens. En dan kunnen we morgen nog een keer proberen. We weten in ieder geval nu waar we moeten ontsnappen. Moeten de luchtballon repareren, daarheen brengen. En dan die kant op. Hey, pst. Hey. Ja. Dus misschien kan je deze tijd nu gebruiken om ongezien rond te zoeken. Oh, slim. Slim. Ik ging al braaf in bed liggen. Ja, ik ga waarom? Kan hij niet liggen of zo? Ja. Prima. Ik ga kijken. Ik ga zoeken. Top. Oeh, de professor. Ik lig in mijn bed. Dat was de professor. Oké, prima. Hij is weg snel. Deze kamer hier, jongens. Waar is hij? Deze heb ik al gevonden. Hier heb ik het ook al gevonden. Iedereen ligt in zijn bed. Top. Deze kamer kan ik het gewoon niet vinden. Hoe lang ik ook zoek, ik kan het niet vinden. Waar kan ik dit zwaard voor gebruiken? Wat doe jij hier nog? Ik weet niet waar het... Ik zit hier nieuw. Ik ben nieuw, bedoel ik. Ben je het kwijt? Ja, ik ben nieuw, dus ik weet niet waar de slaapkamers zijn. Ja, die zijn boven. Ik heb dat laten zien aan het begin. Ja, maar ja, het is zo groot hier allemaal. Daar ben ik aan het rondlopen, weet je. Oh, wie heeft deze hendels nou weer overgehaald? Weet ik niet. Doe je maar goed zetten. Oké, ik ga weg hier. Oké, jongens. Ik kan, als ik wil, met het zwaardje naar de professor... Oh nee, die button is weg. Dan kom ik niet binnen. Oké, weet je... Zij had het net over die hendels. Dus laten wij dan ook gewoon alle hendels overhalen. In de hoop dat er wat gebeurt. Dat het snel dat een alarm afgaat. Dat er chaos komt. Dat er, weet ik voor wat, iets moet gebeuren. Waar ik iets aan ga hebben. Hoorden jullie dat? Wat is er gebeurd? Wat gebeurde er? Oh, er is hier een doorgang. Oeh. Oké, wat is hier? Wat ga ik hier vinden? Een lapje stof. En that's it, I guess. Eén lapje stof. Oké, een lapje stof. Prima. Dan ga ik mee akkoord voor nu. Maar er is sowieso meer dan dit. Als ik nog meer hendels overhaal. Oké, nu heb ik alles overgehaald. Daar is ook wat omhoog gegaan. Alleen dat heb ik niet gezien. Oh, en dan daaronder zit natuurlijk een lapje stof. Oké, zou ik nu alle lapjes stof hebben? Is de vraag. Ik moet hier naar. Hier is niks, want hier zit ook geen ding op de vloer. Dus ik weet niet. Ik denk dat ik deze even moet skippen, deze kist hier. Dus hier kom ik gewoon niet heen. Of in. Oh mijn god, ze gaan zelf ook s'nachts rondwalen. Ik ben niet de enige die rondwaalt. En in deze ruimte moet ik gewoon echt wat gaan vinden. Een hendel! Een hendel! Wat is er gebeurd? Ik heb iets overgehaald. Maar wat? Wat heb ik overgehaald? Hier. Komt hier vandaan het geluid. Oeh, wacht, kijk. Juist, een lapje stof. Nu heb ik hier ook wat gevonden. Volgens mij heb ik nu elke ruimte gehad waar je wat kan vinden. Laten we dat... Oh, ik ga weg bij jou, bos, beslaan met rust. Waar is David? Die is beneden. Hier is David. David! Volgens mij, weet je hoeveel lapje stof ik nodig heb? Nou, hoeveel heb jij er? Dan kijk ik of het genoeg is. Oké, ik geef het aan, oké? Ja. Zo. Het zijn alles wat ik heb kunnen vinden. Meer heb ik gewoon niet kunnen vinden. Oh ja, dit is zeker wel genoeg. Ja? En ik heb ook een zwaard. Ik weet niet wat ik ermee moet, maar het is een gouden zwaard. Ja, een souveniertje of zo. Ik weet ook niet. Oh. Alles is hier heel raar. Prima, maakt niet uit. Ik wil weg hier sowieso bij die deur. Oké, is dit het moment? Jij moet even zeggen. Zeg jij maar dat ik heel graag weg wil bij de receptionist. Ja? Dan ga ik snel de luchtballon maken. Prima, ga ik doen. Mevrouw. Ja? De Doofoot is helemaal gek aan het worden. Hij wil weg, hij wordt boos en weet ik wat allemaal. Okay. Hij werd helemaal lijp. Hij viel me bijna aan. Oké. Okay. Meer ga je niet zeggen dan oké. Okay. Eens even met rennen, jongens. Ik ga wel even zorgen dat het goed komt. Prima, maar doe je ding snel, want hij werd helemaal gek. Hij wil heel graag weg. Oké. Okay. Oh mijn god, het boeit er volgens mij helemaal niks, jongen. Wat de hel? Oké, jongens, ik denk dat het wel zo geregeld is. Er zijn een beetje chaos. Daar hebben we David. Kijk, hij is bezig. Weet ik, waar moet hij heen? Hij zei dat hij de ballon klaar ging zetten. Oh mijn god, weet je wat? Met of zonder David, ik ga ervoor. Met of zonder David, ik ga ervoor. Dit is mijn moment om te ontsnappen. Voordat die professor gek wordt. Heeft hij de ballon klaargezet? Oh, hij heeft de... Hoe ben je daar boven ineens? Weet je, prima. We gaan met de ballon. David, hoe kom je hier? Dat maakt me niet uit. Je bent gek. Yes. Zijn we aan het ontsnappen? Dit is het. Ja. De ballon doet het, de lapjes stof hebben geholpen. We zijn ontsnapt
uit het enge, nare, psychiatrische... Bosbes, kom jij ook mee? Ontsnap ook maar met ons. Kom maar, ik laat je niet achter. Kom maar, het mag. Hoe eng je ook bent, je mag mee ontsnappen. Je bent er naartoe, zo te zien. Yeah, nice jongens. Oké, jongens, dankjewel voor het kijken in deze video. Ik vond een hele leuke map van de groep kijkers hier weer achter me. Het was een of ander raar centrum met hele enge mensen en rare verhalen en mysterieuze dingen die er allemaal gebeurden. Laat je leukste moment achter even in de reacties en wie was jouw favoriete karakter van vandaag? Ik ben wel benieuwd wie jullie het leukst vonden. Dankjewel voor het kijken in deze video. Kijk nu lekker deze video, want dit was een vorig deel waarin ik in een bank moest overvallen bij een politiebureau en zo. En daardoor moest ik naar dit centrum toe. Goeie aanrader om te kijken. En nu spreek ik later. Glaasje wel. Tel 4 flesjes bier, jongens, meedoen. Nee.